Om ervoor te zorgen dat jij jouw salaris krijgt, voer je zelf wekelijks jouw uren in via een portal. In deze animatie hoor en zie hoe dit werkt. Om je uren in te voeren, ga je allereerst naar de website genaamd www.stlwerkt.nl/uren. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Ben jij je gebruikersnaam en of wachtwoord vergeten? Klik dan op wachtwoord vergeten. Dan ontvang je per e-mail een link om deze opnieuw in te stellen. Heb je de juiste gegevens? Klik dan op inloggen. Je bent nu op het dashboard. In de linkerbalk heb je meerdere handige en belangrijke functies. Maar in dit filmpje richten we ons specifiek op het bijhouden van je uren. Klik daarom op uren invoer of via het menu op het klokje en dan uren invoer. Hier zie je een weekagenda. Klik op het plusje bij de dag waarover je je uren wil invoeren. Let op dat je je uren op de juiste dag schrijft. Als je een dienst hebt gewerkt die over 2 dagen valt, bijvoorbeeld vanaf maandag 10:00 AM tot dinsdag 6:00 PM, splits de uren dan ook daadwerkelijk op over de 2 dagen. Wanneer je een dag hebt geselecteerd, kom je op het scherm waar je een keuze gaat maken over welk soort uren je wilt invoeren. Uitleg over de verschillende uursoorten die je kunt invoeren is te vinden in het leerling-werknemerboekje. Je kunt per dag ook meerdere soorten uren invoeren, bijvoorbeeld wanneer je 2 korte diensten rijdt. Wanneer je een uursoort hebt gekozen, kun je nu de start- en eindtijd invoeren van je uren. Vergeet daarbij eventuele pauzes niet. Heb je meerdere pauzes gehad? Klik dan op Voeg pauze toe. Ten slotte kun je ook nog een opmerking toevoegen over deze uren. Klik op het vinkje als je klaar bent. Je krijgt dan nog een overzichtje. Heb je een foutje gemaakt, klik dan op het blauwe vakje. Dan kun je het weer wijzigen. Is alles goed gegaan, klik dan weer op het vinkje. Wil je deze exacte uren, eventueel inclusief pauze, kopiëren naar andere dagen? Klik dan hier. Je hebt nu je uren ingevuld voor die dag, zoals je ziet in het overzicht. Ben je klaar met invoeren van je uren over de gehele week? Klik dan op inleveren. Let erop dat je al je contracturen hebt ingevuld. Dat kan in de vorm van werkuren, maar bijvoorbeeld ook wanneer je ziek bent. Wanneer je dit niet doet, krijg je daarvan een melding wanneer je klikt op inleveren. Wil je over al je werkweken de status zien van je ingeleverde uren? Klik dan op uren inzien. Je ziet dan een overzicht met jouw goedgekeurde uren of uren die je nog moet inleveren. Voor de uren die je nog moet inleveren kun je direct op de regel klikken en dan ga je terug naar het invoeren voor die week. Nog een laatste tip. Houd zelf in de gaten of je ingevoerde uren goedgekeurd worden. Dit zie je terug op de homepage via urenoverzicht. Dit is in de linker menubalk te vinden. Hier zie je ook eventuele toeslagen. Want soms heb je namelijk recht op een toeslag, zoals bijvoorbeeld tijdens een feestdag. Die worden automatisch berekend. Daar hoef jij verder geen extra actie voor uit te voeren, behalve natuurlijk je uren correct invoeren. Belangrijk om nog te weten is dat je elke week je uren moet schrijven en uiterlijk op maandag om 12:00 PM moet inleveren. Als je dat niet doet, dan loop je het risico om geen loon te ontvangen. Klasse, nu ben je klaar en is je urenadministratie helemaal in orde. Oh, en als je leerbedrijf je ingevoerde werktijden om een of andere reden afkeurt, krijg je ook een e-mail. Houd je mailbox dus goed in de gaten. Heb je nu nog vragen? Bel ons dan gerust of stuur een e-mail. Succes met het bijhouden van je uren en werk ze!